Kinderen de dupe van bezuinigingen op passend onderwijs. Actie tegen herindeling krimpende waard. En de Sint is exit. Het is tijd voor de Kerstman. Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 6 december. Dag dames en heren. Honderden ontslagen en leerlingen zonder begeleiding. Dat is het gevolg van forse bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond. De banen van 700 leerkrachten in deze regio staan op de tocht. Scholen in Den Haag, Alphen aan de Rijn, Leiden en Oegstgeest worden volgens de bond het hardst getroffen. Het kabinet bezuinigt in ons deel van Zuid-Holland ruim 21 miljoen euro op de extra begeleiding van kinderen. Die zitten soms op een normale school, soms in het speciaal onderwijs. De bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de leerlingen, zeggen de getroffen scholen. Dat betekent dat als wij niet in staat kunnen zijn om les te geven aan kinderen, omdat we onvoldoende mensen in huis hebben, want het aantal kinderen met problemen blijft natuurlijk even groot, dan zal dat leiden tot het thuiszitten van kinderen. Omdat de invoering van iets nieuws en daarbij gelijk met bezuinigingen starten, ja, niet handig is. Ongeveer een derde van onze mensen, van ons personeel, dat zal het bedrijf moeten verlaten. En we maken ons bijzonder zorgen over de kinderen die geen goed onderwijs meer zullen kunnen krijgen. En waarom is het juist voor die kinderen ook zo erg? Omdat het hele kwetsbare kinderen zijn. Hele kwetsbare kinderen die gebaat zijn bij een hele gestructureerde, veilige omgeving. En die zullen we straks misschien niet meer kunnen bieden. De bezuinigingen worden doorgevoerd in augustus 2013. Nederlek en Bergambacht zijn een actie begonnen tegen de herindeling in de Krimpende Waard. Ze hebben een protestaanzichtkaarten gestuurd naar leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en minister Donner. De gemeenten schrijven daarin dat er geen acute problemen zijn en dat niemand om een herindeling heeft gevraagd. Met de kaartjes hopen ze de politici op andere gedachten te brengen. De Tweede Kamer vroeg onlangs nog aan de minister om snel een besluit te nemen. De 5 gemeenten in de Krimpende Waard zouden moeten fuseren tot 1 nieuwe gemeente. Straks, Sinterklaas is ingeruild voor de Kerstman. In een woning aan de Luxemburgstraat in Den Haag is gisteren het lichaam gevonden van een 36-jarige man. Hij was al een tijd spoorloos. De man is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie ontdekte het lichaam na een tip over de auto van de vermiste man. De 3 inzittenden van die wagen zijn opgepakt. De hefbrug in Waddinxveen gaat in april voor zeker 5 maanden dicht. De provincie geeft de brug dan een grondige opknapbeurt. Ook de straten in de buurt van de brug gaan fors op de schop. De provincie en de gemeente presenteren volgende week de plannen voor het gebied. De hefbrug viel eerder dit jaar met een klap naar beneden en was daarna een tijd afgesloten. Actiegroep Min Maxima heeft ruim 900 handtekeningen verzameld tegen de omstreden Maximabrug bij Alphen aan de Rijn. Er zijn plannen om ter hoogte van het industrieterrein van Koudekerk een brug te bouwen met 2x2 rijstroken. De actiegroep is daartegen. De brug zou het landschap aantasten en te duur zijn. De handtekeningen worden vanavond aangeboden aan de gemeente Alphen aan de Rijn en gemeente Rijnwoude. De ronde van het Groene Hart gaat op 18 maart 2012 niet door, omdat de organisatie het geld niet rondkrijgt. Dat was dit jaar ook het geval. De ronde van het Groene Hart is 4 keer gehouden. De organisatoren blijven bezig om de wedstrijd in 2013 wel weer te kunnen houden. De bom die vorige maand de flitspaal in Voorschoten opblies, was gemaakt met zwaar illegaal vuurwerk uit Polen. De politie maakt zich grote zorgen over dit vuurwerk. In Den Haag werd zondagavond weer pijnlijk duidelijk waar die forse klappen toe kunnen leiden. De 49-jarige Jerry Altman zag een 30 centimeter grote staaf door zijn brievenbus naar binnen komen. Deze kleur ervan houdt, dan word je aardig bang. Toch wist Jerry door zijn ervaring in het leger hoe hij moest handelen. Met een kussen dat vlakbij lag, heeft hij geprobeerd de knal te dempen. En dan mijn handen tussen mijn benen. En toen ben ik heel hard gaan bidden naar Jezus Christus van help. En op een gegeven moment zag ik gewoon 1 witte fles en ik voelde dingen vallen. Door de ontploffing vlogen de ramen eruit en het plafond kwam gedeeltelijk naar beneden. Jerry zelf heeft last van zijn oren en zijn been. Waarom hoor je het bij jou naar binnen? Ik zou het bij God niet weten. Maar degene die het gedaan heeft, ik hoop dat hij goed beseft wat hij gedaan heeft.
Het Openbaar Ministerie eist sinds november hogere straffen voor het gebruik en bezit van zwaar vuurwerk. Zelfs gevangenisstraf is mogelijk. U bent dus gewaarschuwd. Ja, Sinterklaas, hij liep gisteravond nog over het dak en terwijl toen al veel winkeliers de kerstbomen aan het optuigen waren. Dus weg met de pieten, de paarden en de goedheiligman. Ze maken nu toch echt plaats voor kerstboom, engelenhaar en die oergezellige lampjes. De laatste shoppers gaan op weg naar pakjesavond. En sommige winkels zijn snel klaar met hun kerstversiering. Maar in andere winkels wordt nog keihard gewerkt om alle Sint-spullen weg te krijgen. En de winkel echt in kerstsfeer te tooien. Hey, Anouk, waar ben je nou? Ik zie van de bomen. En blij dat hij staat? Ja, het is best zwaar hoor. Nog even een laatste detail en laat die kerst dan maar komen. Maar wat zijn de trends eigenlijk voor de komende kerst? Wij hebben met name het figuur Alice in Wonderland in gedachten gehad met het opmaken van deze boom. Zoals je hier ziet hangt Alice hier ook heel mooi in een boom. Maar ook meerdere karakters en figuurtjes uit de film en het sprookje komen hierin voor. Verwacht je dat dit echt een hit wordt dit jaar? Ja, zeker voor de meiden. Het is met veren en met parels. Dan heb je ook een echte mannenboom? Ja, dat is toch meer richting de traditionele kerst. Okay. Wat ga jij thuis neerzetten? Wit. Ja, wanstaltig mooi. Ik moet er niet aan denken. We gaan naar voetbal. Ciro Ntoko heeft gisteren zijn rentrée gemaakt voor Jong ADO Den Haag. De verdediger uit Congo speelde een helft mee in de wedstrijd tegen Jong Heracles. Ntoko raakte half maart van dit jaar geblesseerd aan zijn knie. Jong ADO won het duel trouwens met 4-1 en nieuwkomer Ali Boussabon maakte één van de doelpunten. Dan gaan we naar het weer. Nou, het is een beetje vergelijkbaar, net als gisteren. Het is redelijk koud en we moeten rekening houden volgens mij, Huub, met winterse buien. Ja, het weerbeeld is sinds gisteren eigenlijk helemaal niet veranderd. We hebben een wisselende bewolking, dat wil zeggen er is af en toe zon. Maar er zullen dus ook een aantal buien vallen, mogelijk met hagel, onweer of mogelijk ook hier en daar wat natte sneeuw. Voor de rest staat er nog steeds veel wind uit de westelijke richting. De wind is matig tot vrij krachtig, maar aan de kust krachtig tot hard. En het wordt vandaag niet warmer dan ongeveer 6 graden. Dankjewel, Huub. Nou, we zagen het al. In de winkels is Sinterklaas dus verdwenen en staat de kerstboom inmiddels. Waarschijnlijk bij u thuis ook. En dat gaan we de komende tijd weer zien in Tiswat. Want daarin gaan ze op zoek naar het mooiste kersthuis van de regio. En dit keer zijn ze op bezoek bij Hans Ruuk in Den Haag. Mensen, het is allemaal zo mooi. Als je zo lekker relaxt, kom je helemaal tot ontspanning. Met een mooi mistgordijntje boven het kersthuis. Goed, vanavond het hele verhaal over dit kersthuis om 16:45 in Tiswat. En tot zover het TV West nieuws van dinsdag 6 december. Meer is te vinden op westonline.nl en natuurlijk ook op 89.3 Radio West. Straks kunt u hier kijken naar TV West Sport. En het TV West nieuws is om 17:00 weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Ik wens u een hele fijne dag.